Veldhoven dan. Damian Vleven. Veldhoven, Bram van Veldhoven. Flying Devils, Bjorn de Band. Leonor laat je horen van Bart Bakker. De Oevers, Julian Leenders. Nogmaals Leonor, Joost Stokkelands. En dan tellen we BMX team Guus van der Leijden. Oké, kom. Het Riders Way was de game heeft geklonken en de kolonnen zijn vertrokken. En de kolonnen in de 8 en 9 jaren overklassen met een snelle man Guus van der Leijden. En Stokkermans, Stokkermans links op 2, dat is nieuw. En de dag rijdt hij al aan en nu zit hij daar op de tweede positie. Maar kijk wat dat ook nog ten koste kan gaan met andere deelnemers. Julian Leenders op die derde positie. Dat zijn de eerste drie die in de prijs gaan vallen. Maar kijk of dat ook zal blijven tot aan de finish. Of dat dan die andere man daar goed in het eten kan gooien met Bjorn de Bond natuurlijk. Bjorn de Bond op plaats 4. Komt hij nog naar voren? Kan Bjorn de Bond nog in de prijs gaan vallen vandaag bij de open klasse 8 en 9 jaar? Of komt die aanval te laat? Ik denk dat de aanval te laat komt. Want de eerste drie zijn bekend. Maar de open klasse in de 8 en 9 jaar hier schijndel wordt gewonnen door Guus van der Leijden. Yeah.